Hallo allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een unboxing video voor jullie, want ik heb net een pakketje binnengekregen, maar ik moet er dus nog meer binnenkrijgen. Dus deze video wordt in verschillende stukken gemaakt. Zijn jullie benieuwd wat ik allemaal besteld heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Als eerst heb ik hier een mega grote doos, alleen kan ik hem niet aan jullie laten zien, want er staat op van waar dat is. En ik zeg dus niet waar ik mijn spullen inkoop, want ik verkoop ze zelf ook door. Dus ik ga die doos eventjes openen, want die doos is super groot. En er stond trouwens dat die 6 kilo weegt. Dat is ook best wel zwaar. Oké, de doos is open. En er zit heel veel papier op, dus die haal ik even uit. En dan zie ik hier een factuur. En mijn bestelling, dus ik zal het eventjes laten zien aan jullie. Zo ziet alles eruit. Hier zitten verzenddozen in. Hier, als ik hem eruit krijg. Dit zijn de verzenddozen. En dit zijn Ziploc zakjes, maar ik zal het even beter laten zien. Oké, dus dit zijn de verzenddozen. En het formaat is A5. Dit zijn de verzenddozen. En ik moet die dus nog allemaal in elkaar steken, maar die zien er wel allemaal heel leuk uit. En het zijn gewoon witte verzenddozen. Dan heb ik hier een doosje of wat het ook is. En hier steken normaal gezien Ziploc zakjes in. Dus ik ga dat even proberen te openen. Want dat is echt wel, het is echt groot. Dus ik ga het even openen voor jullie. Zo. Wow, hier steek ik alle Ziploc zakjes in. Hoe cool, kijk. Dit zijn alle Ziploc zakjes. En het is volgens mij verpakt per 100. En in totaal steken er 1000 in. Dus dit zijn deze Ziploc zakjes. En ze zijn trouwens zo groot. Zo groot ongeveer. En ik heb nog een doos met Ziploc zakjes. En dat zijn kleinere Ziploc zakjes. En die steek ik in dit doosje. Dus ik ga die even openen. Zo, het open wel tenminste. Precies zo. En dan ziet het hetzelfde uit. En die zijn zo groot, een stuk kleiner. Maar echt heel schattig. Dus hier heb ik er ook 1000 van. En binnenkort komen die dus op mijn website te staan. Je kan ze ook bestellen via mijn Instagram. Oké, eerst even vandaag. Twee pakketjes al binnengekomen en die liggen dus hier. Maar eentje heb ik al geopend, want ik kon echt niet wachten. Ik was super excited, want ik wilde kei graag weten wat erin zat. Maar eigenlijk, ik wist al wat erin zat, alleen ik wilde het gewoon super graag openen ook. En daar zaten deze oorbellenhaakjes in. Het zijn allemaal ronde oorbellenhaakjes. Zo zien die eruit. Het zijn gewoon ronde oorbellenhaakjes. En ik heb er 50 in het goud. Dan 100 in dit zilver. En dan ook nog 100 in dit zilver. Ik ben er echt heel, heel, heel blij mee. En de zilveren verkleuren normaal gezien niet. Dus die zijn roestvrij staal. Alleen de gouden verkleuren wel. Dat is nog een minpuntje. Maar ik heb binnenkort op zoek naar roestvrij staal oorbellenhaakjes. Dus ja. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. En dat is dit pakketje. Dit heb ik gedaan met een ruilsamenwerking met iemand, een heel lief meisje. En ik hou mijn hand voor mijn adres. Maar we gaan het nu unboxen. En ik had dus een ruilsamenwerking met een meisje gedaan. En dat is een heel lief meisje. En ik heb ook nog een ruilsamenwerking met iemand anders gedaan. Dus dat komt binnenkort ook binnen, misschien vandaag al. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik ga nu heel eventjes openen. Kijk hoe leuk. Er zit een regenboogpoppet in. Kijk, schattig.
En wel ziet de poppet eruit. Het is een regenboog. Echt super leuk. En zo maakt dit geluidje maakt het als ik erin druk. Oh, dat geluid is echt heel leuk. En hier maakt het aan deze kant maakt het minder hard geluid. Maar dat is echt heel leuk. En dit zijn trouwens de overhaakjes. Zo zien jullie deze misschien beter nu. Oké, ik heb net deze twee superleuke pakketjes binnengekregen. En ik ga ze nu unboxen. Ik zal beginnen met dit pakketje. Dit heb ik dus gekregen met een ruilsamenwerking. Ik ben echt heel nieuwsgierig wat er allemaal in zit. Ik vind die envelop ook super leuk. Echt heel leuk. Oké. Als eerste zie ik hier een zakje. Met een sticker erop. En ik ga de sticker er even afhalen. Zo. Echt heel leuk ingepakt. Echt super leuk. Oké. Ik ga het zo openen. Zo. Wow. Ik zie hier een stippenzakje en er zit nog confetti in. Hier heb ik een stippenzakje. Hier zit ook confetti in, maar echt heel leuk. Even het stippenzakje open doen. Oké, cool. Hier zitten hartjeskralen in, zo een mix. Echt super leuk. En dan heb ik hier zwart en wit hartjeskralen. Ook echt heel leuk. En dan hier 6 vlinderbedeltjes. Super leuk en er zit glitter in sommige vlinderbedels. Echt heel schattig. En dan hier heb ik een bedankkaartje. Er staat ook bedankt. Echt heel leuk. Wacht, de camera van binnen om. Dan ga ik nu dit pakketje unboxen. En hier zitten oorbelletjes in die ik besteld had bij iemand. En een winnaarspakketje, want ik had iets gewonnen. Dus dat ga ik eventjes open doen. Als ik het open krijg. Want het is heel goed dichtgeplakt met plaatband. Dus ja, het gaat heel leuk. Zo. Oh, echt heel snel dichtgeplakt. Zo, ik ga niks kapot maken. Zo, een beetje zonder ding. Oké. Wat zit hier allemaal in? Oké. Als eerste heb ik hier het winnaarspakketje. Het zijn letterkralen. Hartjeskralen. 2 van die hartjesbedels en zwarte kralen. Echt super leuk. En dan zitten hier de oorbelletjes in. Zo ziet dit zakje eruit. Echt heel schattig. En hier zitten normaal gezien dus oorbelletjes in die je zelf had. En die zien er zo uit. Zo. Echt heel schattig. Ik ga hier eventjes uithalen. En zo zien jullie. Volgens mij zijn we vandaag 3 maart. En er zijn 2 heel leuke pakketjes binnengekomen. Dus nog 1 heb. En ik ga beginnen met dit pakketje. Dit is van Twins en Confetti wat ik heb binnengekregen. En dat is nog een laat verjaardagscadeautje voor mij. Ze hadden een verjaardagscadeautje later opgestuurd. Dus ja, dat zit hierin. Ik weet eigenlijk echt niet wat hierin zit. Dus we gaan dat nu openen. En dat is echt heel lief van hen. Ik ken hen niet persoonlijk, maar ze wilden nog een verjaardagscadeautje opsturen. En voor de mensen die zich afvragen wanneer ik jarig was. Ik was jarig op 6 februari. Oké, maar we gaan dat nu openen. Wow.
hoe leuk. Twee tinten confetti armbandjes. Kijk, ik vind de kleurtjes echt heel leuk. Super lief. Dus dit heb ik gekregen als zesjarig cadeautje van hun. Ik zal een accountje eventjes intaggen. Ze zijn echt super lief. En dan ga ik dit pakketje open doen. Dit heb ik besteld bij een sieraadaccount. En een heel lief meisje. En ik ga dat nu open doen. En kijk die sticker. Hoe leuk. Hoe ga ik het open doen? Dat is heel dicht. Heel goed dicht geplakt. Dus ik ga het even open doen. Oké. Kijk hoe leuk. Oh my god. Oké. Ik ga het er gewoon als eerste uithalen. Als eerste zie ik hier hartjes kralen en smiley kralen. Twee smiley kralen. Echt heel leuk. Super schattig. Dan heb ik hier een extraatje. En dat zijn hartjes kralen, wat kraaltjes en een armbandje. Dit is het extraatje. Ik ga het armbandje er even uithalen, want ik vind dat super mooi, de armbandje. Ik ga het armbandje aandoen. Ik heb het elastiek gemaakt, dus dan past dat normaal gezien. Oh, kijk hoe mooi. Echt super mooi. Dan gaan we verder. En hier zie ik deze twee armbandjes. Staat op Never and Up. Want zij heeft GIF. En dan krijg ik iemand die twee. En iemand anders die ik ken, krijgt dan het andere. En dan hebben we zo drie armbandjes samen. Echt heel leuk bedacht. Dan hier heb ik een zakje. Met nog meer gekleurde hartjes kralen. Super schattig. Als volgende stik hier nog twee zakjes kralen in. Deze twee. Echt super schattig. En dat was het. Er steek ook nog koude schelpjes in. Drie koude schelpjes. Maar dit was het. En er zit ook nog een kaartje bij. Ik ga het even lezen. Hoi, super leuk dat je hebt besteld. Love you. XXX, je bestie. Wacht. Hey, super leuk dat je hebt besteld. Love you. XXX, je bestie Noah. Vergeet ook zeker niet mijn website te checken. Ik ga zeker een website checken. En echt een heel lief meisje. En trouwens, als je dit kijkt, I love you more. Dus ja, dit is wat ik allemaal heb gekregen. En ik denk dat ik nu wel de video ga afsluiten, want anders gaat het een heel lange video worden. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Wat doe ik? Opnieuw. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei! Like a plane flying you.